Goed, we gaan nog steeds door met de opnamesessie. Dit is de derde aflevering ondertussen. Het is dezelfde sessie nog steeds. En het is vermoeiend! Geloof je me niet, probeer het zelf. En dan niet lui op de bank gaan zitten van... Nee, intensief echt voor je tv gaan staan en meedoen. Ik raad het jullie echt aan. Het is echt een ervaring, die is gewoon geniaal. Goedemiddag allemaal en welkom terug bij een nieuwe aflevering van Let's Play WarioWare Smooth Moves. In de vorige aflevering zijn we bij Mona geweest, hebben we weer een record neergezet van 47. En als er eentje is ingezonden, komt die nu in beeld. Is er niks ingezonden, dan zien we dus helemaal niks, maar dan maakt niet zoveel uit. Wij gaan naar Cat en Anna en daar hebben wij een hoog score van 54 gedaan. Maar we gaan eerst naar de storyline. Laten we beginnen. Ja, storyline. Gaat zien. Cat. Anna. Ninjas. Okay. Evil attacks Diamond Dojo. Diamond Dojo. Waarom ook niet? Diamond Dojo. His boss. Ik heb geen flauw idee. Het is te lang geleden dat ik dit spel gespeeld heb. Ninjutsu! Oké, je kunt dus transformeren. Waarom zou je in godsnaam je eigen transformeren in schildpadden? En waarom moest ik... Nou ja, maakt niet uit. Wel rustgevende muus. The sketch artist. Hold the form baton. Is iets voor mijn broertje dit? During a pop quiz. Ik kan heel goed tekenen. Ik zal daar ook iets leuks laten zien trouwens, op het einde van deze aflevering. Mastery of this move can change a pop quizzy into a pop quizzer. Oh. Oké, die ging goed. Geen probleem. Oh, gaan we weer naar de remote control, oké. Bounce it. Oh. Poink. Ik wou poinken! Ah, ik mocht niet poinken. Oh. The chauffeur. Turn the form baton sideways and wrap your hands around both ends. As the form baton turns, so too do the earth and all upon it. From liver to liveryman. Muziek blijft leuk. Oh, draai. Oké. Dat is wel vervelend met die wristband, maar dat maakt niet uit. Ik had het gevoel dat ik moest draaien. Oké, wat nu? Oké. Vandaar dat polsbandje, jongens. Vandaar dat polsbandje. Oké. Oh, gaan we weer. Kom op, doe het. Ik wou mijn handtekening schrijven, maar hij haperde, jammer genoeg. Aww. Oké, wat gaan we nou doen? Wauw. Such difficulty. Wauw. The samurai. Oh boy. Ik ga zo tegen mijn... Your right hand. Mag niet. Hold the form baton close to your left hip. Mijn microfoon staat niet veilig, jongens. Like a samurai defending his lunch. Close your eyes and await your enemy's attack. Ik ga mijn ogen echt niet dicht houden. Screw it. Oké. Hadouken! Wel goeie... Dit gaat echt fout dadelijk. Ik lach me eigenlijk kapot. Oké, wat nu? Oh. I believe I can fly. Dat was makkelijk. Waarom moest je dat zo vasthouden? Oké, maakt niet uit. Chauffeur. Waarom zou je dat godsnaam doen? Oké, sketch. Gaan we weer. Eeuw. Hi. Oh, net op tijd. Moet ik lager houden dan. Oh, gaan we weer. Hier, alsjeblieft, jongen. Ik zei alsjeblieft, jongen. Waarom mag ik dat nou niet met de zwaard doen? Oké. Wat is er met die vent? Waarom scan je mijn boodschappen, jongetje? Oh, triple 20. Kijk. Wow, dat doe je zo eventjes. Oké, wat gaan we nou doen? De chauffeur.
Gaan we weer. Oh, dan mogen we ook echt auto gaan rijden. Oh, kan ik echt toeteren? Ik kan toeteren! Oh, Koeka uit de kant. Ja, oké. Okay. Is easy. Ik bedoel, serieus. Ik heb al jaren mijn rijbewijs. Zou niet weten. Oké, ik ben wel heel erg aan het slingeren, maar dat maakt niet uit. Monkey! Oh, oké. Ja. Ja. Op je eitje. Ik bedoel, doe je iedere dag. Oké, nou. Storyline hebben we dus gehad. Ik maak me echt zorgen. What's going on? Ninjutsu! Activate clone powers! Boink, 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 boink. Japanese! Oké. Okay. Dat is vader en zoon dus. En nog steeds, waarom zou hij in godsnaam in schildpadden willen veranderen? Bye now! Don't wanna run again, little one! Never again! Ja, dat is het nadeel met die klonen dingen. Maar serieus, waarom schildpadden? Waarom schildpadden? Ik snap het niet. Maar goed, dan gaan we dus weer naar de challenge. Oh, waarom ook niet? We gaan naar de challenge. Katana! Trouwens, dat andere, dat is een soort van blokspelletje. Daar zullen we dadelijk ook heus nog wel een keer in een aflevering gaan doen. Maar goed. Wij moeten dus hoger dan 54 zien te komen. Ik maak me zorgen. Oké. Okay. De eerste klas tekenkunst heb ik van mijn broertje geleerd. Nogmaals, ik laat het dadelijk zien op het einde van de video. Als ik daar toestemming voor heb, kijk heel even stiekem. Ja, ik heb toestemming. Oké, goed zo. Want het is nog niet helemaal af. Oh, dit gaan we nou goed doen. Zie, appeltje eitje. Of in dit geval, appeltje schildpadje. Oké. Oh, Yay! Leuk. Ja, jij op je bekje. Leroy zou trots op mij zijn. Ik heb iemand op zijn bekje laten gaan. Oh, gaan we weer, hoor. Die microfoon. Die overleeft het niet. Hier, neem het. Neem het. Neem. Neem nou. Soms reageert hij gewoon. Ik doe gewoon. Ik wil hem werken. Zo not fair. Zo had ik hem nooit. Oké. Why? Dan zou je eerder denken bij een camera, maar goed. Oh, ik haat de samurai. Dus ja, de minigames, die zijn hartstikke leuk. Ik ben echt gefocust, jongens. Ik weet niet waarom, maar... Oké, triple 20 weer. Dat is geen triple 20, maar ik vind het goed genoeg. Maar het maakt niet uit. We moeten heel ver komen in dit spel, dus... Oké. De klassiekers. Grappig eigenlijk hoor, dat je al... Was dat het? Oké. Okay. Nee, het is eigenlijk wel grappig hoe dat Wii Games nu al... Oké, ZP... Ah, te weinig tijd. Het is wel jammer eigenlijk hoe dat dit soort spellen niet meer eigenlijk zoveel aandacht krijgen. Terwijl het zijn geweldige spellen. En ja, aan de ene kant... Oké, het wordt al gezien als klassieker. Maar ik bedoel, ik stam uit de NES-tijd. Dus... Dit is de makkelijkste. Goeie controle. Plot. Oké, we gaan naar de oop. Ik ben met die vent! Jij doet zomaar mijn banaanscan. Weer die banaan, hè? Weer. Banaan. Oké, we mogen weer een autootje rijden. Krijgen we ons leven weer terug. We moeten dit wel gaan halen. En vergeet niet, dit is nog allemaal level 1. Dus dit... die tikt is zo leuk. Oké, ik ga die koep plat rijden. Kijken wat er gebeurt. Oké, koeien die lopen gewoon weg, mag je niet. Zou je ruzie krijgen met Pida? Oké. Die tandjes ook elke keer in de achteruitkijkspiegeltje. Dat je ook. Elke kleine bocht die je maakt, dan zit hij al van. Nee. Don't know what to say, the monkeys won't do. Don't know what to say, the monkeys won't do. Van Animaniacs. Denk ik zeker even. Oké. We hebben een leven erbij. Wat voor pose moeten we nou weer gaan doen? Dit vind ik het engste.
Luister, ja? Dit spel is awesome en dat doen we ook gewoon zo. We zijn level up en ik ben het opnemen nu. Oh, we moeten weer. Oh, we mogen het weer laten schrijven. Oké, nou kom. Hallo. Dat doen ze ook bij pen altijd zo, hè? Dus, oké, nou. Arme poedel! Wat? Dus, als je iets... Ja. Ik heb de logica er niet meer van proberen te vinden. Hier, neem het. Neem het. Neem. Jackson. Voilà. Op een of andere vage manier doet hij het dan wel. Oké, chauffeur. Here we go. Oké. Vent, echt zo creepy. Stop nou eens met mijn dingetjes te scannen. Het is allemaal veel te duur. Oh, ik begin al te zeuren met Faster. Oké. Hey! Why? Oh, god. Oh, oh, oh. Ik kan dit. Ik kan dit. Goed, we zitten op 23. Het gaat nog goed. Oh. Dit zijn nou, ja, stage 2 spellen. Ik bedoel, stage 3 is dus het moeilijkste. En ja, na stage 3 gaat het dus alleen maar een stuk sneller. Dus, dan moet ik hem weer zo snel mogelijk weer terug. Oh, dit wordt een ramp als het dadelijk zo super snel gaat. Ik bedoel, de enige plek waar dat we echt super snelheid hebben meegemaakt is in de eerste aflevering geweest. Maar ik wil dat toch hier... Ik bedoel, ja, we moeten naar 58, geloof ik dat was. Oh, Yay! 5 puntjes. Ik vind het zwart. Faster. Echt, ding dat haat ik. Oké, okay, here we go. Ik deed nog niks, maar oké. Okay. Oh, hi. Guitar Hero, guitar. Oh, Ik was nog niet ready. Dan moet ik weer die leven terughalen. Oké. Okay. Oh, we rijden ook een stukje sneller. Even gras maaien. De koe even bang maken. Ik heb daar een parkeermeter zien eigenlijk. Ah, zo te zien heeft hij wel zijn tanden gepoetst. Oh, oh. Ja, ik heb... Screw die monkeys. Mij leidt je niet af. Serieus, waar is de rem? Waarom kan ik niet remmen? Alright. Alright. Ah, ik denk toch dat ik de sensorbalk daar toch iets hoger moet gaan leggen. Want ik moet heel erg vaak laag, merk ik. Dus we zullen wel bij de volgende aflevering even proberen of dat beter werkt. Maar eerst, poseren. Miauw! 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 Kom op, we moesten de kat maar doen. Markiplier reference, oké, gaan we weer. Volgens mij is dit al stage 3. Maakt niet uit. Serieus, het bord is nog steeds super groot. Ik weet niet hoe dat je die zou kunnen falen. Oh. Kom op, rollen, 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 rollen! Goed zo! Moet weer even unbanned worden. Het gaat nou nog rustig, dus we hebben nou nog de tijd. Zo simpel! Just drop it! Oké, okay, nou, we hebben nou. Yay! Yo! Oké. Whatever. Oh. Geef. Banaan! Oh, volgens mij wordt deze Let's Play gesponsord door Banaan. Nee, wordt niet gesponsord, maar Banaan! Hartstikke leuk. Oh, dit spel, jongens, echt. Hebben we die enge vent weer? $65, ben je helemaal gek geworden? Die kop van die vent, serieus! Wat is er met die vent? Oh. Creepy! Wortel! Geen banaan, wortel. Ja, melon, wortel, wortel, ja. Oh, oh, we zitten in de... Oh, oké. Okay. Dit gaat een probleem worden als het dadelijk super snel gaat. Oh ja.
Hier, neem het. Ik zei neem het! Ninja! Echt een beetje zo die sweet beweging maken dan ofzo. Ik weet niet. Ik bedoel. Oh, hoi. Wat? Hé, wat? Ja, taste rainbows. Ja, we hebben iemand achter de scherm toevallig. Oh. Hartstikke gezellig. Die helpt een beetje nou mee met de setup. Jullie kennen hem van de Stormchaser. Oh nee, ben ik een tandarts? Ik haat tandartsen. Nooit lief hebben van geweest. Oh. Ah, kom op! Nou ja, we kunnen weer een leven terugkrijgen, maar... Dit is stage 3, dus of we verliezen een leven of we raken hem kwijt. Ik moet hem eigenlijk echt halen om het record te halen hier. Ik denk dat de recordstreek eigenlijk hier wel ophoudt nu. Tenminste, daar ben ik wel bang voor. Ik bedoel, ik weet hoe gemeen het spel kan zijn. Ik doe er gewoon nog heel erg veel op los. En ik ga gewoon rustig door de bochtjes heen. Aangezien dat wij hier geen rem hebben. Oké, welke kant gaat hij op hier? Gaat hij erop? Oké, dan scherp op zo. En dan hier. Op zich gaat dit nog wel lekker. Monkeys dance the night and through. Oh. Mondje ging open zelfs. Ah, ik heb het gehaald. We hebben een leven. Volgens mij is hij heel erg donker geworden. Nee, de andere. Maar ja, ik moet weer een pose doen. Ik denk toch tot het dan de facecam gaat worden. Die hebben we al gedaan. I'm gonna shoot you. Ja, eigenlijk zo hè. Zit je zo. Weet ik veel. Oh ja, chauffeur. Don't fake. Oké, hij is opgevroren door een katje. Maakt niet zoveel uit. Maakt niet uit. Vol, gewoon doorgaan. 47. Oké. Nou, kom op. Kom op. Dat ding was moeilijk te scannen. Waarom moet alles zo snel? Waarom lukt het niet meer? Oh, één leven nog maar, jongens. Dit wordt een faal. Oh, kom op. Doe het. Waarom? Die inkt was gewoon op. Dat was gewoon een lege pen, Dave. Ze spelen vals. 49 puntjes gehaald. Ik dank jullie voor het kijken. Denk je dat je het beter kan? Laat het sowieso weten. Via Facebook post er een foto van. Op dezelfde playlist klik staat in de beschrijving. Als je er natuurlijk zin en tijd voor hebt. En ik dank jullie voor het kijken. Heb je een leukste momentje? Laat het weten in de reacties. En laat een like achter voor zoveel stress en paniek. Ik dank jullie voor het kijken. Hoop jullie allemaal weer te zien in de volgende aflevering. Dank voor het kijken. En tot de volgende keer. Doei! Twee camera's, dus ik zwaai gewoon naar allebei de camera's. Maar maakt mij het uit, jongens. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende aflevering. Daar gaan wij trouwens. Nee. De Young Cricket. Ik vind het best. Ik ga even pauzeren. Doei!